Het is eigenlijk een Sinterklaas lekkernij. Meestal rond zeg maar, december, begin december. Dan wordt het gegeten met kinderen, kleinkinderen. Het is gewoon een heerlijk lekkernij. En had u het vroeger ook altijd? We hadden het bij ons thuis al. Ik denk dat het ook een heel oud recept is. Een heel oud traditie, zeg maar, van Sinterklaas gebeuren. En dan wordt het, ik weet niet of jullie dat nog weten, werd er gestrooid door het hele huis heen. Een kroopje door het hele huis om. De Zwarte Pieten. Pepermoppen te zoeken. Ja. Hi, ik ben Annie Molenaar en we gaan vanmiddag pepernoten bakken. Ingrediënten erbij. Een klein stukje bakmeel. En de anijs. Een klein snufje zout. En de speculaaskruiden. Dat meng ik door elkaar. En dan de stroop erbij. Nou, kreeg ik het behalve stevig door. Oké, dan heb ik hier een mooie bakjes van. De mopjes, nu gaat hij de oven voor 160 graden en ik dacht van 15 minuten. Het ruikt in ieder geval heerlijk.